Je moet je telefoon over dwars houden. Een hele goedemiddag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Het is vandaag alweer reeds zondag, de 12e van de 6e 2022. En we leven alweer op 14:28, dus bijna 2:30. Ja, ik heb alweer een wasmachine draaien. Al zitten er maar twee dingen in, dat boeit niet. Ja, ik ben met de verf toch niet zo tevreden. Het geeft af en dat heb ik nog nooit eerder gehad. Ik vind het wel mooi, daar nu van. Maar het geeft af. Nou, dat vind ik niet mogen in handdoeken. Ik weet het niet hoor, maar vroeger, ik heb vroeger zo vaak mijn haar geverfd gehad. En toen gaf het niet af. Nee, ik heb kopermahonie erin gehad, ik heb het zwart gehad. Ik ben een brunette geweest, ik heb allerlei kleuren erin gehad en het heeft nog nooit afgegeven. Dus ja, ik vind dat bizar. Maar ik weet het niet hoor. Maar in ieder geval, ik heb ook Corrie aan de telefoon gehad, want ja, die was de 10e jarig. En toen was ze niet thuis, dus ik heb gisteren ook gebeld. Was ook weer niet thuis. Daarna heb ik weer gebeld en dan zat ze in het zonnetje. Dus ja, nou had ik... Nou, ik geloof dat ik drie kwartier het zit te kwekken met haar. Moet kunnen. Ja. Ik ga nou met de hondjes uit en daarna gaan we weer naar de Oude Rijkswerf. Want er schijnt, ik weet niet zeker, ik heb het van horen zeggen, oldtimers te wezen. Dus ja, dan gaan we eventjes kijken hoe en wat. Dus zeggen, geniet van je dag. Genieten. Lekker met alles. En geniet ook zeker weer met ons mee. Je moet je telefoon over dwars houden. Ik ben een vlogster, je kan me op YouTube vinden. Bent u een vlogger? Ja. Nou, geen vlogger, want ik ben geen man, hè. Een vlogger is mannelijk en een vlogster is vrouwelijk. Hoe heet u? Moment. Als je even geduld hebt. Chevroletje, ja. Is het mooi? Ja. Is het echt wel mooi? Ja, toen kwam er nog even een mooi autootje. Enkel dat is geen oudje. Nee, dat is een sportmodelletje, maar hij mag gaan wezen. Ja, echt wel. Even naar de andere kant, jullie. Ja, ook een mondje hoor. Echt wel. Ja. Stukje natuur. Een bunker. Een hele oude koepel van de vuurtoren. Ja. Dat is dus de podium, hè. Dus.
Nou, ik raam jullie weer even op, want ik weet niet of er aan de andere kant ook wat is. Voor. Ja, niks aan te doen, ze staan er gekleurd op. Jongen, nog een toe. Dikke wulp. Thank you.
Nou zie ik helemaal niks meer, weet je het niet. Ik moet even goed zitten. Die andere die wegging bijna uit het zicht. Ja, van mezelf niet. Maar ik wil me nou focussen op die er aankomt. Doet nog wel even hoor, voordat hij er is. Jullie staan er gekleurd op hoor. Jullie staan er gekleurd op. Ja, dank je. Ik film hoor. Ik ben, komt op YouTube. Ik film. Ik ben een vlogster. Ja. En hoe heet je dan? Komt zo wel even, als je dichterbij bent, hoeft niet te schreeuwen. Moet hij nog steeds bijdraaien, anders kan hij niet meer bijna. Nee.
nou gaat hij bijdraaien. Nou gaat hij bijdraaien. Kijk dan, kijk dan, kijk dan hoe mooi. Wauw, kijk hem dan eens. Mooi gezicht. En dan kom maar. Nee, zo heet ik niet hoor. Maar je mag mijn naam toch weten? En wat is je naam? Corina met IE. C-O-R-I-E-N-A. En de beestenboel. En? De beestenboel. Oh, de beestenboel. Corina en de beestenboel. Maar mijn naam schrijft met IE. De beestenboel. Ja, ik heb twee honden en een kat. Kijk. Ja. Ik zag hem helemaal bijdraaien, die kruising, die zag ik weggaan en die zie ik weer binnenkomen. Dat gaat hard. Ja, al die meeuwen. Hetzelfde, dank je. Nou, dan is hij eigenlijk al binnen. In principe. Dan moet ik hem gaan meren. En dan komt hij daar dus te liggen. Ja, en daar al die meeuwen. Ja, nou, we gaan weer door. Bootjes binnen. Kijk eens eventjes kijken of we iemand in die kajuit ook dichterbij kunnen krijgen. Ja, leuk. Ik weet het niet.
schaalbootjes zoeken. Maar weer verder. Ja, en waar zit ik weer? Nou, jullie zien het denk ik al wel aan dit ijsje, hè? Waar zal ik ook anders zitten dan bij de eetsalon, de snackcounter? Ja, echt waar. Oké, wat uit de muur halen, maar ach ja, je kan net zo beter hier gaan zitten, gezellig, in het zonnetje. En wil je dat niet, kun je ook binnen gaan zitten. Ook gezellig. En dan kun je lekker wat bestellen. En ja, er is maar één plek hier, want dat is gewoon dicht. Alles is dicht. Dus ja, daar heb je twee keer niks aan om daar te gaan zitten. Je kan wel gaan zitten, ja, lekker rustig, want je wordt ook niet bediend, niks. Maar hier word je bediend. Ja, hier word je gewoon bediend. En dat hoort ook zo. Ja, bij eetsalon. De snackcounter, oftewel snackcounter, hè. Eigenlijk had dat dan ook in het Engels gemoeten, maar ja, daar staat gewoon eetsalon. En daar snackcounter, de snackcounter. Ja, helemaal toppie. Nou ja, en je zit hier lekker in de lucht, want daar staat zo'n scherm. Ook hebben ze uiteraard zelfgemaakte patat. Ja, dat is overheerlijk en dat krijg ik dus weg. En de patat van hun krijg ik niet weg. Nee. Dus het is hier gewoon super. En er zaten hier daarnet al wel mensen, maar die waren alweer opgestapt. Ja, die moeten ook naar huis, uiteraard. Ook ik ga dat zo wanneer ik mijn wijntje op heb. En dan komt het allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, geniet verder van je dag. Ja, lieve vrienden, we zijn dus al reeds thuis, al een tijdje, want ik heb mijn tweede bak koffie, ik heb de keuken al tot zover schoongemaakt, dat de vaatwasser die draait. En ik heb net, jawel, onze Rijka, de haar geknipt bij de oogjes. Dat die ziet er weer mooi uit. Die ziet er weer mooi uit. De oogjes zijn weer zichtbaar. Dus ja, daar ben ik ook weer blij mee. Dat moet ook wel weer... van tijd tot tijd even wat weggeknipt worden, want anders piekt het allemaal in de oogjes en het lijkt mij zo dat dat pijnlijk is. Als, ja, dat is bij jezelf ook, als je haar in je oog komt, doet het op, dat gaat prikken, dat doet zeer. Dus ja, nou is zij ook even onder handen genomen. Hé? Ja! Kiekeboe! Rijka! Boefies. Maar oké, en ik ga zometeen een nieuwe vlog in elkaar zetten. En ik ga straks ook nog met de hondjes lopen, maar daar is de tijd nog niet voor. Het is om 6:30 geweest, net. En dat doe ik om 6:30. Ja, dan ga ik weer met de hondjes. Dus dat is nog een dikke uur. Dus ik kan mooi even wel wat doen met een nieuwe vlog. Ja, toch? En ja, lieve mensen, ik heb een lieftallige vriendin die zei me nu van ik moest meer met bruin gaan werken.
Ik maak zelf uit, lieve schat. Ik hou heel veel van je, dat weet je. Maar ik maak mijn eigen ogen op. En hoe ik dat doe, dat wil ik zelf doen. Dat doe ik gewoon zelf. En ik match altijd, er zit altijd wel wat bij wat met mijn haar met. En ik heb nou niet eens niet rood op, nee. Ik heb nou zwart, donkerblauw, lichtblauw en nog steeds paars erbij. Waarom paars? Nou, dat is ook een van mijn lievelingskleuren. Maar ook, ik heb de rode nog niet binnen, nee. Ik wacht tot ik mijn rode binnen heb. En dan gaan we daar mee proberen. Ja, dat is hetzelfde dan die paarse. Ook met zo'n bolletje. En in een flesje zit dan die poeder, glitterpoeder. En ja, dat zullen we beleven. Maar dat heb ik nog niet binnen. Nee, daar wacht ik nog steeds op. Maar het komt wel. Ja hoor. En dan proberen we het gewoon weer uit. Ja, en ik probeer toch ook wel de kleuren te nemen die bij rood en bij zwart staat. Nou, sowieso staat zwart bij alles. En ik gebruik zelf ook zwart. En blauw staat ook bij rood. Dus ja, het past wel bij elkaar. En ja, toch heb ik ze ook weer in, hè. Want dat zit ook in mijn rok, geel. Ja, deze kleur geel zit in mijn rok. Dus ik match alles. En ik ben bij een juwelier geweest. En ik heb in het algemeen gevraagd bij de juwelier. Dus niet aan de mensen die er werken alleen. Nee, ook aan de klanten die er waren. Van staan die oorbellen mee nou, ja of nee? Ja, die staan nu mooi, die staan nu leuk, lekker frisse kleur, hartstikke leuk, niks aan doen. Nou ja, toppie toch, ja. Maar het is ook ieder zijn of haar smaak. Waar hou je van, waar hou je niet van? Nou, ik hou er wel van, dus ja. Ik loop ermee, jij hoeft niet mee te lopen. Nee, lieve schat, hoeft helemaal niet. En ook andere mensen die het wel, tenminste die het ook niet leuk vinden, jullie hoeven er niet mee te lopen, ik loop er mee. En zolang ik complimenten erover krijg van hoe ik mijn kleed, hoe ik eruit zie, dan ben ik er al helemaal blij mee. Ja, maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag, want het is nog geen avond, nee, dat is pas om 6 uur. Dus geniet van jullie namiddag en smakelijk eten, bon appetit. En tot later.